Wat zal het zijn? Knaki. Riksdaalder? Knaki, denk. Zilver of niet? Zo, Ben. Jij bent snel. Ik ben snel. Ik ben sneller dan het licht. We hebben die. Hey. We hebben de mensen nog geen eens welkom geheten. Jij staat al gelijk te zoeken. Natuurlijk. Nou, je hebt groot gelijk, want mijn handen jeuken ook. Dus ik ga verder niet veel praten. We gaan beginnen. Yes. Ja. Goedemorgen. Je hebt een muntje. Even kijken hoor. Dan heb ik maar zo'n brilletje met een lensje of zo bestellen. 10 eurocent. Serieus? Ja, 10 eurocent. Nou, ik zie het helemaal niet. Grappig. Ja, leuk. 10 eurocent. Ja, nou, oh, nu zie ik het. Je hebt toch nog wat verdiend. Alweer, alvast. Kijk, 20 cent. In de pocket. Ik dacht eerst weer dat het een jachthuls was, want die kwam ik net al veel tegen. Dus ik zit te staren naar een jachthuls. Kijk ik er helemaal overheen, zeg. Ah, nou ja. Klein stukje benzinegeld eruit. Yes. Er staat een merkje in ook. Oh, het brokkelt wel helemaal af. Ja, ja. Hier zo. Maar ik denk dat het verguld is geweest, koper. Oude vogelkor wel. 100%. Maar er staat wel wat in. Ja? Vrij, iets met lekvrij. Rostvrij. Niet? Nee, kan niet. Mag ik even kijken? Even kijken hoor. Ja. Maar die twee tandjes, die zullen we nogal in het gat leggen, want ja, kijk maar. Nee, die breken hier net af. Waar? Hebben ze al... zo net. Ze te bungelen. Ze braven hier er gewoon vanaf. Ja. Ja. Ja, mooi toch? Ja, wel leuk. Ja, hier, kijk. Oh ja. Kijk dan. Zo, zo slap als wat. Hè? Ja. Valt van ellende uit elkaar. Mijn neus witte. Ja, mooi man. Een klompje eruit. Ja. Want die houden er hier nog niet uit. Nou ja, weet je wat ik... Misschien je dat we dan een toch... een beetje meer tussen die bomen. Ja. Daar zijn mensen nog echt niet geweest. Hier, maar als je kijkt... Kijk eens, even kijken hier zo. Waar liep ik nou net? Ik liep hier net een beetje... En toen zag ik een oud ijzelsteentje liggen. Even kijken hoor. Oh, hier. Kijk. Zou hier dan toch wat gestaan hebben? Hè? Want wat doet deze hier ineens? En dan vind jij die vork. Misschien hebben we dan toch een aanwijzing dat hier wat is geweest. We gaan hier verder zoeken. Ja. Nou, nog die munten. Toch? Ja. Nou ja, ik zal hem hier neerleggen. Dus even kijken. Ja, een knoopje. Hé, niet mijn video verstoren. Kijk, ik heb een knoop gevonden. En er lijkt toch nog wel wat op te staan. Oogje aan de achterkant. Misschien toch een beetje 18e eeuws. Ik hoop het. Thuis even schoonmaken. Komen we misschien wat meer te weten. Yes. Ja, ja, hij zit nog in het kluitje. Kijk, zie je hem zitten, Sven? Hier zo. Wat zal het zijn? Naki. Riksdaalder? Naki, denk. Zilver of niet? Kijk hoor. Ja, 2,5 gulden, 1970. Ja, dat is geen zilver meer. Ah, jammer. Not zilver. Geen zilver. Helaas. Al een dikke knaak. Toch leuk. Ja, zo hier is hij aardig versleten aan deze kant, of niet? Nou ja, wel leuk. Volgens mij zag ik hem al. Oh hier, dit is wel rotzooi. Hé, hey, een stukje aardewerk. Oh, dat is grappig. Dan moet hij toch nog ergens in het kluitje zitten.
kogelhuls. Ja. Kogelhuls en de bodemstempel is ook nog zichtbaar. En een O. Ja. Ik weet niet waar die vandaan komt. Maar het is wel eentje, leuk. Ja. Welk is het? Een leeuwencent. Een leeuwencent? Hele mooie. En ik heb hier een Willemscent. Dus die is nog echt mooi. We zitten nou dan toch wel op een goed stukje. Er komen toch muntjes uit de grond op deze plek. Mooi nog. Zo dan. Die is echt, dat is de mooiste die ik ooit heb gevonden. Ja? Ja. Ben een leeuwencent en ik een Willemscent. Hij is wel aan mij hier. Ja, dat maakt niet uit. Dan maait hij er maar een beetje omheen. Ja, leuk Ben. Lekker. Tik hem aan. Tik hem aan, ouwe. Yes. Ja. Nou, jij dacht even dat je zilver had. Ja. Maar helaas, hij is 2 jaartjes te oud daarvoor. Nou ja. 1969. Maar ja, toch is hij... Niet wat, hij is nog gaaf. Toch is hij leuk. Hij is mooi nog. Ja. Ja. Eens kijken. Heb je toch... Oh, ik had 1970. Nou, dan hebben we op 1 volgende jaren... Ik had een Riksdaaldertje en jij een gulden. Nou, best leuk. Ja. Ja. Er staat zo'n hekje op. Wat was dat ook alweer? Hollandia Duit. Hollandia, denk ik. Ja. Maar ik weet het niet zeker hoor. Als er een hekje omheen staat. Denk aan Hollandia Duit. Zou goed kunnen hoor. Zal ik eventjes mijn oog erop laten vallen? Doe dat eens. Als je maar geen oog op mij krijgt. Nee, dat niet. Die lag diep, joh. Dat hij dat... Ja, ik zie het. Hollandia? Ja. 1700, hè? Zoiets, ja, geloof ik. 1700. Ja. Dit is de 18th century. Wow. 1700. Zo yeah. Oud. Ja. Because... It's difficult to see, but I recognize there is a fence, a small fence in a circle, and in the middle there's a person, but I recognize it, so I know that it's a Hollandia Duit. So, yeah. Kijk. Hollandia Duit. Die lag diep, joh. Hey, maar hoe dat mijn metaaldetector zo diep kan met zo'n muntje, dat weet ik dus niet. So, this is the... Of the side where the fence is on and the person, and on the other side you should see Hollandia, but yeah, it's slick, so that's not much to see on the other side. Maar toch een Hollandia Duit, Ben, leuk. Ja. Nou Ben, dat was hem weer zo, onze avontuur in het bos. Dat was hem weer. Ja. Maar ik had er toch wel meer verwachtingen van. Eigenlijk wel, hè? Het is gewoon kak. Of we zijn te verwend. We zijn een beetje te verwend misschien. Ja, maar een beetje verpest. Het kan wel beter. Het kan wel beter, ja, dat sowieso. Maar een Hollandia, Duit, Leeuwencent, Willemscent. Ja, dat is in ieder geval wat. Weet je iets dan niet, toch? Precies, je moet een gegeven baard niet in de bek kijken. Die kennen we nog niet. Die hebben we nog niet. Maar goed, dat komt dan de volgende keer wel. Hè? Dan leg, ja, volgende keer beter. Dan leg ik me voor deze keer bij neer. En dan gaan we maar richting huis, hè. Ja. Goed eten. Dat, laten we dat doen. Want alleen de kijkers hadden we nog niet gedag gezwaaid. We hadden nog geen... Dag. Dag en bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Au revoir. Tot snel. Tjus. Wanneer we wel het goud op gaan vragen. Ja, en zilver en... Ja. Oké. Okay. Doei.